Als een echte wereldkampioen steekt de algemeen directeur van het AZ Sint-Lucas het accreditatiebewijs in de lucht. Nadat het ziekenhuis in 2017 al eens met goud werd bekroond, valt die eer hen vandaag opnieuw te beurt. Dat is een bewijs dat wij onze kwaliteit, dat wij die in stand hebben kunnen houden en dat we daar dagelijks blijven aan werken. Het is niet voor het bewijs as such, het is gewoon de dagelijkse werking rond kwaliteit is cruciaal. En het is toch heel plezant dat we dat een keer door externe mensen hebben kunnen laten toetsen. Dat wij zelf niet zeggen dat we heel goed bezig zijn, maar dat ook andere mensen dit zeggen van ons. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat wij toch terug hebben kunnen aantonen dat we ziekenhuisbreed onze kwaliteit op orde hebben. En dat is niet mijn verdienste, het is de verdienste van jullie allemaal. De gouden accreditatie betekent echt veel voor het ziekenhuis. Zeker als je weet wie er oordeelt. In september waren hier auditoren die ook werkzaam zijn in andere ziekenhuizen. Dus eigenlijk collega's van dit ziekenhuis. Maar werken soms boven Antwerpen, Brussel, Nederlanders. Die ook artsen zijn, apothekers, verpleging. Die hier komt kijken naar het proces. Hoe is hier kwaliteit en veiligheid voor patiënt, familie, medewerkers ingezet in Sint-Lucas in Gent. Het label wordt toegekend voor 5 jaar en is dus geldig tot 2027. Maar het ziekenhuis zal intussen niet op de lauweren rusten. We gaan dus uiteraard verder doen. Het systeem is wel enigszins veranderd in die zin dat we om de 20 maand nu een beperktere audit gaan krijgen. Heel specifiek toegespitst op specifieke items die we willen laten toetsen. En dus wij gaan de ingeslagen weg verder zetten, zou ik zeggen.